Boom! Wauw! Dat heb ik gedaan en niet Max. Dank jullie wel, kijkers. Ik wilde jullie even nog persoonlijk bedanken voor de 100.000 abonnees. Dit is namelijk de eerste Enki-video sinds we de 100.000 abonnees hebben. Dus dank jullie wel. Echt dank jullie wel voor de 100.000. Ben je nou nog niet geabonneerd? Doe dat zeker eventjes. En ik heb altijd een leuk dingetje. Reageer dat je bent geabonneerd. En dan zou ik je reactie een hartje geven. Maar pas wel echt als je nu net bent geabonneerd. Veel plezier met kijken en... Doei! Ik ben de beste BMX'er die er is. Hallo beste kijkers, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Andy. En ik heb zoveel zin om weet, ja, ik heb geen idee wat ik ga doen. Maar leuk dat jullie er zijn. Zie je ergens rondlopen, dan heb je dat ook nog. Hey, die auto ken ik. Toos moet alle boetes betalen. Hey jongens. Hey, wat zijn jullie aan het doen? Toos, Gerard, bij even meekomen. Achtervolging. Waarom zitten jullie altijd in de problemen? Jongens, ga hier op de stoep staan. Misschien kop ik wel een bed. Mijn fiets wordt gestolen, meneer. Ja, ik wou mezelf scheren. Ik ga jou scheren. Gadverdamme. Mijn baardhaar scheren. Auw, ik dacht je hoofdhaar. Ik vond het al zo vies. Ik denk op dat kale, rimpelige hoofdje van jou. Meneertje, dan moet je zo goed luisteren. Oh, Gerard, je gaat Gerard scheren. Je hoofd gaat het beetje. Je ging bijna dwars door die deur heen. Ik pot met mijn hoofd door het. Ik zag het. Nou moet je heel goed Oh. Wat? Blijven staan. Blijven staan. Ik ga krasloten kopen. Zo, krasloten kopen. De politie is boos buiten. Ik snap niet waarom, maar ik ga lekker krasloten kopen. Henkie, wij zijn heel boos. Hoezo? Ja, die agenten zeggen dat wij een winkel overval gestart zijn. Dat is niet waar. Ik heb letterlijk net krasloten gekocht. En ik ga nu nog meer krasloten kopen. Ik heb ze 10 opgemaakt. Ik heb 1000 euro gewonnen. Okay. Goeiedag meneer. Hey. Ik heb 5000 euro uitgegeven en ik heb 1000 euro winst gemaakt. Dat is toch goed? Ja, dat is heel goed. Dat is echt heel goed. Dankjewel, ik ben rijk. Hoera! 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 Wat hebben jullie hier gedaan? Ja, dat zeg ik toch net, krasloten kopen. Bent u doof? Maar waarom krijgen wij dan een winkelovervalmelding? Ja, geen idee. Ik toch niet. Zal ik voor jullie alle drie in ieder geval een ID-kaart mogen zien? Komt u maar even met mijn collega, en de andere mag even wachten, en dan mag ik hier erbij. Nee. Gerard, nee. Oh, Gerard. Ik ga de andere kant op. En dan ren ik deze kant op. Ja, wil je mijn ID? Ja, die wil ik wel hier, even zien. Hier is mijn ID. Zit terug. Top, dankjewel. ID-bewijs. Hey, Toos, wat doe je? Hey, even doen. Wat is Toos aan het doen? Dan mag je even blijven wachten. Ja, ik wacht. Mag van u ook uw ID. Toos, je mag even opstaan. Toos, wat doe je? Ja, een moersleutel, maar die heb ik bij voor reparaties. Wat voor werk doe je dan? Want ik ben gepensioneerd, meneer. Dat ziet ja, niet maar die man is zo oud. En je hebt een brandblusser bij je, volgens mij. Maar... Hoe heb jij die brandblusser bij je, Toos? Waar hou je die vandaan? Dat wil jij niet weten wat ik uit mijn broek haal. Oké. Nee, ja, ik wilde yoga doen, maar nu heb je echt gewoon... Ah, ik kan niet meer normaal ademen nu. Wacht even. Zo, het gaat beter nu. Toos, jij met je moersleutel en je brandblusser. Ja, is wel verdacht. Het is niet helemaal logisch dat je het bij je hebt, hè? Jawel, want ik heb mijn auto net gemaakt. Ja. Mijn auto, maar die staat nog bij het ziekenhuis. Dat is mijn auto. Oh ja, dat is jouw auto. Die heb ik gemaakt, met zijn moeder. Wie heeft het nou gemaakt? Ik krijg drie man drie keer te horen. Ik heb hem ook gemaakt. Het was mijn auto. Bij het politiebureau, zeiden we toch? Nee, bij het ziekenhuis. Nee, wat zeg je nou? We waren toch gewoon bij het ANWB, of niet? We waren op de pier. Meneer, waarom bent u zo verwarrend? Ja. Wat komt u er eigenlijk doen? Nou, even jullie controleren aangezien we de winkelovervalmelding krijgen. Is er een winkelovervalmelding? Jongens, we moeten gaan! Dat is gevaarlijk! Willen jullie ID nog terug? Nee, die mag je houden. Wat een sukkels, ik heb niet eens een rijbewijs. Ik ook niet. Wie van ons drie heeft een rijbewijs? Ik heb. Echt? Gerard, laat jij me je rijbewijs eens aan me zien. Gerard, je hebt theorie B, maar je hebt geen praktijk. Ik kom niet over die stoel heen. Gerard, je hebt geen rijbewijs. Niemand van ons drie heeft een rijbewijs. Ik heb theorie. Ja, maar je hebt meer nodig dan theorie. Niemand van ons drie heeft een rijbewijs. Toch zijn we altijd Nee, jij hebt geen rijbewijs, Gerard. Henkie, ik heb theorie. Kost de bakken met geld, maar ik heb wel gehaald. Ja, maar je moet ook je praktijk hebben, Gerard. Ja, die heb ik ook. Nee, die heb je niet. Jawel, ik heb heel vaak in praktijk gereden. Ja, maar je moet je rijbewijs hebben. Ik kwam je tegen op een fiets met je grootmoeders. Fiets. Hoi, jij daar. Deze. Hey. Deze voor je. Hey, dat is niet aardig. Deze. Kijk, zie je die Bentley? Oh, die gaan we stelen. Ja, wacht, ik rijd er even heen.
Hij staat drugs te doen. Oh, oh. Jeetje, au. Nou, we kunnen hem niet stelen, jammer. Wouden jullie hem nou stelen? Huh? Nee, ga nee. Weg, jij. Wat zeg je? God. Ik heb een motor. Gerard, nee. Dat kan je niet doen. Gerard. Gerard. En dan gaat je motor. Hé, hey, mijn auto. Autodiefstal. Nee, je gaat niet verder. Ik wil mijn motor terug. Ik wil mijn auto terug. Ik heb hier niks mee te maken. Jullie zijn stom. Je rijdt een opa aan. Ja. Nu is deze motor van mij. Henkie, wat doe je? Au, de dek. Au, haal het van me af, de dek. Ah, die stomme motor. Ik kan ook gewoon niet motorrijden. Waar is de rest? Die zijn op de vlucht voor de politie, hoor ik nu net. In mijn auto? Ja. Hey! Henkie! Hey! Waar ben jij? Hey! Ik ben waar mijn auto gestolen is. Ik ben hem kwijt. Ik hou je even op. Ben je met mijn auto? Is Toos er al, Henkie? Ja, ik zie hem. Toos! Hey! Hey! Au! Oh, hey, mijn auto. Gerard, wat doe je? Gerard, waar ben je? Ik hou voor ons. Hey, Gerard. Blijf hier staan. Wij moeten blijven staan, blijf staan. Ouwe. Blijf staan. Blijf maar staan. Nee. Blijf staan, blijf maar staan. Wat is blijf staan. Jij hebt mij aangereden. Dat is niet waar. Jawel. Nee. Toen heb je mij uit de auto getrokken. Dat is niet Hoe waar. Kun je nog leven? Mijn motor gestolen. Ik was erbij, ik heb het gezien, dat is allemaal niet waar. Nee, we gaan weer. Henkie. Ja. Je motorkap rookt. Oh, mijn motorkap rookt. Nee, je motor rookt, niet je motorkap. En waar is mijn motor nu? Daar, ja, onder de nek. Achter je. Die is vast helemaal kapot nu. Nee, die is niet zo kapot als mijn auto. Je vroeg alleen waar die was. Jawel, jullie zijn echt heel stom. Ik zou keihard wegrijden als ik jullie was. Oké. We zien je nog wel in de hel, denk ik. Ga jij naar de hel later dan? Nee, ga jij naar de hel? Wat? 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 Waar ga je heen later? Naar de hel. De hel. Ken je dat niet? De hel. DHL. Ja, DHL. Dat zeg ik, de hel. Oh. Kijk, we worden gevolgd. Ja. Moeten we neerslaan? Ja, we hebben naar links en dan nog een keer naar links. En dan gaan we daar in elkaar slaan. Ja, dan rennen we hier snel naar binnen en dan gaan we hier in elkaar slaan. Ja, oké, rennen. Ren naar binnen, naar binnen. Allemaal naakt. Naar binnen, nee, ik ga niet naakt. Verstop je. Hier wachten we ze op. Hier verstop je. Toosje, dat je kleren nou eens aan. Nee. Je bent echt kaal gewoon. Van top tot teen. Kijk, even kijken waar ze zijn. Is het veilig? Oh, ga maar even spieken. Ik blijf hier staan. Hij gaat spieken. En is het veilig? Kijk maar. Ik ga wel even kijken. Oh, dit is helemaal. Nou, Toosje, weg! Wat? Oh, nee. Auto! Zal we weer eens niet, mijn auto is weer gestolen. Auto! Hey, ik hoor hem! Mijn auto! Gerard, hij ging die kant op, mijn auto is gestolen. Henkie, waar is je auto? Hij is gestolen, hij ging die kant op. Echt? Ja. Hoera! Nee, dat is geen hoera! Hoera! Nee! Hoera! Nee! Oh. Geen hoera waard. Oh, Gerard? Gerard? Ja, laat maar liggen. Ja, we kunnen wel verder zonder hem. Ja, dat is goed. Dus hoe is je Toos? Ja, moet je mijn gezicht zien. Het ziet er niet uit. Oh, Gerard leeft nog. Oh, fijn. Hey, hoe is het? Ja, we moeten gaan. We moeten nu lopend gaan. Rennen. Zijn we er al? Gerard, ben je er al? Hey, Toos. Ja. Wat? Wat? Jongens, we gaan joggen. Kom, dan komen we er vanzelf. Ja, Gerard, wat jog jij raar? Dag, jongens. Toos, ben je snel? Waar gaat hij met zijn rare benen? Ik denk dat we vanaf nu maar hier moeten wonen. Het is lekker warm. Ik denk dat we vanaf nu maar hier moeten... Gerard! Ja, laat maar weer liggen, Gerard. Oh, laat maar liggen. Laat maar liggen. Geen probleem. Ik denk dat we vanaf nu hier moeten wonen, jongens. Mijn huis is... Mijn auto... Waar is Toos? Toos is al weg, laat maar. Ik wil zeggen, ik wil nu hier wonen. Hoezo wil je hier wonen? Het stinkt hier. Ja, maar ik beschouwde die auto als mijn huis. En waar moet ik nu wonen? Weet ik toch niet. Het is niet alsof ik echt een huis heb of zo. Zou ik de politie bellen? Nee, joh. Geef wel Toos aan. Ja, en wie heeft mijn auto nou gestolen? Ik ben dakloos, jongens. Ook al heb ik nog een huis, letterlijk. Hier verderop, een paar meter lopen. Maar ik ben dakloos! Wij zijn zojuist dakloos geworden omdat onze auto gejat is. Dag, meneer. Bij die brug. Ik wil dan regelen met de verzekering, meneer, want mijn hele achterlamp is door u daar. Mijn auto is gestolen. Ja, maar dan hoeft u toch niet mijn auto kapot te rijden? Rijd ik jouw auto kapot dan? Wij hebben toch niet gereden? Waar heb je het over? Op die brug. Nee, daar hebben wij toch helemaal niet in gezeten, joh. Dat zeg ik, mijn auto is gestolen. Oh, jullie waren dat niet. Nee. Waarom denk je dat ik hier zit? Dat autootje was mijn huis. Pardon, excuses. Ja, ik dacht jullie reden daarin, omdat meneer zei die auto is van hem. Ik wil jullie wel een lift geven anders. Ja, we moeten mijn auto zoeken. Oké, moet ik mee helpen? Ja. Jij rijdt, Henkie. Ik rij. Nee, ik rij wel.
Oh. Ja, nee, is goed. Ik rij wel. Gerard. Ik zit er al in. Wel voorzichtig rijden, Gerard. Ja, wel voorzichtig rijden. Geen boetes rijden. We gaan mijn auto zoeken. Anders pakken we hier gewoon een nieuwe. Ja, pak maar een nieuwe. Ah, we pakken wel gewoon een nieuwe auto. Succes met zoeken. Dankjewel. Misschien deze. Deze is mooier. Deze op slot. Misschien deze. Hey, deze vind ik mooi. Vooral die kleur. Misschien deze. Nee, helemaal aan het proberen. Deze ook niet. Kijk welke auto het mooiste is. Hey, mijn fiets! Die is ook hier vandaag gestolen. Ik heb mijn fiets gevonden, jongens. Nee. Mag ik achterop dan, Henky? Oh, fuck. Kan dat? Ja, moet je even afstappen. Waar ben je, Gerard? Ben je in de kofferbak? Waar is Gerard? Wacht, Toos, ik kom maar met het ding achter. Waar is Gerard nou? Ik heb in ieder geval mijn fiets teruggevonden. Het enige is dat Gerard vermist is, kijkers. Voor de rest heb ik mijn fiets weer terug. Ja, maar dit is mijn fiets. Ik heb hem weer teruggevonden. Henky, ik heb een auto. Wil je deze auto? Ja, die is nu van mij. Dan pak ik jouw fiets, ja? Ja, die mag mijn fiets hebben. Goeie deal. Oh, wacht eens even. Ik heb nog wel wat. Doei! Nee! Nou, wat een goede deal dit. Dit is echt de perfecte deal. Maar we zijn Gerard wel nog steeds kwijt. Gerard moet even in de kofferbak. Ja, maar waar is Gerard? Hij ligt ergens in het park, Melding van vertuiging. In het park. Oh, ik zie hem liggen. Ik zie Gerard liggen. Wat doet hij? Oh. Wat doet hij daar? Au, dat is een bloemetje. Oh, je bent er wel. Gerard, wat doe je? Gerard, gaat het met je? Ja, ik ben zo... Gerard, wat doe je? Gerard krijgt een aanval. Gerard, gaat het met je? Gerard, stop nou eens met wat je doet. Gerard. Gerard. Wat ben je aan het doen? Gerard, ik help je. Gerard, wat doe je? Gerard. Gerard, gaat het? Gerard, stop nou! Gerard krijgt een aanval, jongens! Gerard! Gerard, stop nou! Gerard, man, krijgt een aanval! Gerard! Oh, hij is zo bang! Gerard! Ik trek hem later. Gerard, stop nou! Gerard, sta nou eens op, ik zie je niet eens meer! Hij is weg. Hij is overleden, jongens. Gerard is alweer ten einde. Is hij nou weer dood? Hij is alweer dood. Loop eens even mee. Ik loop even mee. Met jou meelopen bedoel je? Met mij. Ja, oké, kom. Ja. Ja. Mijn motor. Jouw motor. Die is kapot. Die is kapot. En ik heb al zo'n klein vermoeden wie dat heeft gedaan. Opa Gerard. Ja. Ja, maar die is er niet. Nee. Ja, dus helaas. Jij bent toch de begeleider van opa Gerard? Nee. Nee. Ik denk dat hij... Dat we begeleiden elkaar een beetje met elkaar met z'n allen. Die 500 euro, die wil ik wel terug. Want zoveel kost mijn motor om te repareren. 500 euro? Ja. Nee, dat heb ik niet. Ik ook niet. Dan ga ik jullie slaan met de hondbakknuppel. Dat slaat Toos maar voor mij. Dat nee. Mag. Oké. Doe maar. Nee. Nee! Nou, dan hebben we dit opgelost bij deze. Kom hier! Dan hebben we snel opgelost, hè, Toos. Help! Hey, doe eens rustig, joh. Gerard krijgt een aanval, jongens! Gerard, hoe kom je nou ineens hier? Ja, ik ben een mol en ik ga via de put omhoog. Gerard, je bent... Gerard, gaat het met je? Stop eens, gozer. Ik ga weer naar beneden, hoor. Gerard, nee. Gerard, blijf nou hier. Gerard. Gerard, stop nou. Toos staat vechten hier met mensen. Gerard, gaat... Je moet alles betalen. Toos, wat heb je gedaan? Toos. Opa, Gerard is weer... Ja, Gerard is weer via de put. Toos, heb jij dit gedaan? Nee. Hij is dood, volgens mij. Kom, Gerard! Hij klimt uit de put. Hier ja, weet ik niet.